Ik zoek nog altijd een sport waarin ik Gert Vrij kan verslaan en ik heb iets opgevonden. Het is om zo snel mogelijk deze snoep op te eten. 3, 2, 1, start! Ja, kom, kom, kom maar op. Dag iedereen, welkom bij Terugvlucht, de heenmatch van de kwartfinales in de Champions League deze week. De topper was natuurlijk Man City tegen Bayern München. Peter en Gert mochten naar Manchester. Iedere voetbalfan zou blij zijn dat hij daar naartoe mag, zou zich erop verheugen. Niet Peter en Gert. Ja, ik weet niet wat er goed is aan deze avond. Omdat inderdaad, zoals je zegt, wij zitten in Manchester en ik kan mij op dit moment maar één plaats verzinnen die erger is om te zijn dan hier in Manchester, dat is Leuven Centraal. Dus ja, het is ongeveer 27 graden in Lissabon en hier regent het. Het is donker, het is koud. Gert heeft zelfs zijn muts opgezet, dus bon. Maar goed, wij hebben de keuze van het verstand moeten maken en de toch iets grotere affiche dan maar gekozen. Rodri, gaat hij het met links proberen? Een mooie, oh, wat een prachtige doelpunt! Prachtige goal voor Rodri! Oh, van Meccano, en hier gaat Haaland, en dit is gevaarlijk, Haaland. Toch nog de paas, en de goal! Oh, daar is de mooie goal! Ja, is goed horen met links, Rodri, Stones kopt, daar is Haaland, 3-0! 3-0, Meijer gaat helemaal kopje onder in het Etihad Stadium. Gert vroeg zich gisteren al af tijdens de wedstrijd, toen het zo 2-3-0 werd. Wat zou Julian Nagelsmann ervan denken eigenlijk? Lachen in het vuistje, heb ik toen gezegd. Lachen in het vuistje? Ik denk, laten we Julian eens bellen voor morgen, de day after, om te zien wat hij ervan vindt van de prestatie van de ploeg die hij tot 2 weken geleden nog trainde. En ik kan u zeggen... Dat is uitlachen. Ja. Echt collegaal is dat, man. Ja. Kom, is goed. Goeie trainerswissel wel doorgevoerd. Bayern Inge, met al dat voetbalverstand aan de top. 3 kansen nog om een prijs te pakken. 2 weg, 1 week later. Wat is het probleem geweest, Gert, van Bayern München gisteren? City is te goed. Koffie kan bepalend zijn in de kwartfinale van de Champions League. Want iets is er in de koffie van Upamecano gedaan tijdens de rust. Dat kan niet anders. Nee, dat is waar. Dat kan niet anders. Want een van de betere centrale verdedigers ter wereld, eigenlijk een provinciaal. Dat is de kluts kwijt. Dus City is nu de grote favoriet om de Champions League te winnen dan eigenlijk? Waar is dat? Ja, we zijn het elk jaar natuurlijk. Mijn pronostiek was City wint de Champions League en dat wordt alleen maar bevestigd. Samen met nog 10 anderen. Nee. Heel moeilijk elk jaar City zeggen. En dat wordt wel een keer prijs zijn. City. Eerste supporters van Bayern, dat is afdrapen. Hè? Ja, eerste supporters van Bayern. Hey, tjus, hè. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Allee, we gaan een keer naar Madrid. Kijk zien. We gaan een keer naar Madrid, hè. Kijk zien, hè. Ja. Do you know these two people? Of course, who doesn't? It's Peter and Jens. Yeah, it's Peter and Jens. Ah, you know them? Yeah, of course. Maar we zijn vanavond speciaal gekomen. Voor? Ja, voor Benfica, maar ook voor die Belgische commentatoren. Voor deze mensen doe je? Peter en Gert. Nee, dat kan niet. Ja. Ken je Peter en Gert? Ja, zeker. Wij hoorden dat zij gewoon fan zijn geworden van Benfica. We dachten, nou, we gaan sowieso naar Benfica. Dus we gaan zo. We treffen ze wel. Ja, maar dat gaat niet lukken vanavond. Wat? Waarom niet? Peter en Gert hebben gekozen voor de wedstrijd Manchester City Bayern München vanavond. Are you kidding? I think they're out. Can they still come? Can they still come? Nee. Dat is wel heel jammer. Nou, ik vind dat daar gewoon een... minimale stadionverbod van 5 jaar op de slaap. Minimaal. Waarom zijn Peter en Gert hier niet? En waarom wij wel? Wel, ik heb wat informatie gekregen over de objectiviteit van Peter en Gert. Ja, het was misschien ook wel een beetje erover, hè, stilaan. Het waren supporters, laten we eerlijk zijn. Ik heb ook wel het gevoel een beetje dat ze Benfica in de steek laten. Hè? Wel, dat gevoel heb ik ook. Peter, Gert, op zich, het is hier 21 graden, het is hier zon, we vinden het eigenlijk niet zo erg. En wij gaan dat wel objectief doen.
Ja, Wesley en ik waren dus in Lissabon, maar ook in Brussel waren we aanwezig bij Benfica tegen Inter. We gingen naar Casa Benfica, een café in Elsene vol Benfiquistas. En die keken natuurlijk ja, met wat frustratie naar hun ploeg. Goeie voorzet en dan de kans voor Rafa Silva. Daar is de bal voor de goal en de kopbal gaat erin. Het staat 0-1 voor Inter. Van Mario, lage voorzet en daar is de gelijkmaker of niet? Hij blijft hangen. Hij gaat er niet in. Niks aan de hand. Via de schouder op de andere arm. Ja, hij gaat hem fluiten. Het is duidelijk. Het is duidelijk. Hij trapt hem binnen, jawel. En hij viert zoals hij het altijd doet. Wij proberen dat te verbergen. Ja. 0-2 tegen Inter. Wij hebben de wedstrijd niet gezien natuurlijk, maar voor ons is dat onmogelijk. Daar moet iets gebeurd zijn, Gert. Er moet iets gebeurd zijn. Er kan maar één ding gebeurd zijn, dat is dat wij er niet waren. Daar houden wij bepaalde mensen verantwoordelijk voor. En dat zal niet zonder gevolgen. Wij hebben ook nog een boodschap voor Nico Lacke de Braan en Wesley Kessonk. Die vonden dat zij ook wel een keer een wedstrijd van Benfica konden verslaan. Maar niet opgewassen waren tegen de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. En kijk waar ze nu staan. Zo simpel is dat niet, als de plaats heeft zin nemen. Ja. Dus wij hebben een goede raad voor dit oorlijke duo. Even uit de buurt blijven. Er was natuurlijk ook een Italiaans onderrondje in de kwartfinale. Milan tegen Napoli. Michael van Varenberg en Wim de Koning gingen naar San Siro. Maar de sfeer zat er ook goed in een Milanees café in Luik. Deels. Ah, oké. Okay. Ja, deze Magic Mike, dat is echt wel een heel hoog postcard niveau, zo, maar aan het leven weer fantastisch. Ja, sterk Mike Mignon. Nog geen klinkende naam voor veel mensen, maar wel de keeper. Zambo Anguissa. En Ozilinski. Met een vlam. De voorzet met veel gevoel. En dan moet Mignon uitkijken. Achteruit stappend. Met een uitstekende reflex. Houdt hij de gelijkmaker van de tabelle. Dus geen Zambo Anguissa, maar wel Osimhen waarschijnlijk tegen zijn oude ploeggenoot Mike Mignon. Voor wie is dat dan een voordeel? Voor Osimhen of voor Mignon? Voor beiden zou ik dat maar stellen. Maar vooral voor Napoli, want vandaag hebben ze Osimhen gemist. Terzelfde tijd, ja, hoe fit is hij? Als hij vandaag zelfs niet op de bank kan zitten, ja, ze gaan hem prepareren, klaarmaken voor volgende week. Ze gaan hem nodig hebben. Maar ja, hoe scherp gaat hij zijn? En het is iemand die altijd aan 100% intensiviteit heeft. Hij heeft één stand, hè, turbo. Voilà. Ja. En dat gaat hij nodig hebben om AC van de halve finale en de Milanese derby te houden. Oké, okay. Voilà, dat was het. Twee keer terugvlucht, niet vergeten. Hè. Bedoel, hij vliegt morgen al om 6 uur boven. 6 uur boven. Ja. En ik slaap uit en ik keer terug rond 1 uur in de namiddag. Ik benijd je, Mike. Twee grote clubs die na de 8e finales van trainer hebben gewisseld. Een primeur in de geschiedenis van het internationale voetbal. En het resultaat is 0. 5-0 voor Dander. Dat is gewoon weggesmeten geld. Ja. Nu, ik vind dat wel een verschil. Hè. Bij Bayern vond ik dat niet nodig, de wissel voor Chelsea. Dan snap ik dat enigszins wel. Want, daar zit de mot echt wel in. Dus volgende week gaat op Stamford Bridge. No. You never know. Ja, veel clichés zo vroeg op de ochtend tegen. Dat is waar, ja, ik weet wel, maar dat is het. Hangt aan elkaar, het voetbal hangt aan elkaar van de clichés. En Real, wat dat Real doet, dat is al die clichés ook. Telkens bevestigen.
Omdat het Real is, zeggen wij. Waarom? Ja, omdat het Real is. Ja. En dat is eigenlijk, niemand heeft er eigenlijk echt een verklaring voor. Nee, waarom die mensen die elk jaar een jaar ouder worden nog altijd blijven domineren. Dat is waar. Ja. Sluipmoordenaars zijn het. Je hebt altijd het gevoel van, oh ja, we doen toch wat mee en we kunnen een keer counteren en het is allemaal zo erg niet. En dan pas, ja, 1-0. Ja. Mooi gestift. En daar is ze al. En Benzema duwt er binnen. Veel hebben ze niet nodig. Daar was het dodelijke duo weer. En een goede voorzet. En de Reddy Courtois. En dan als er storm gaat liggen. Allee, er is eigenlijk nooit storm geweest. En dan toch ineens 2-0. Dus het lijkt zo gemakkelijk. Vinicius. En daar is Asensio. En Kepa kan er niet helemaal goed bij. En daar is al de 2-0. Real Madrid, gaan die ook Man City opzij kunnen zetten, vraag ik mij af. Dat is toch al iets anders. Ja, dat is waar. City is op dit moment misschien toch de beste ploeg van de wereld. Alleen van Europa. Maar als één ploeg kan, dan is het Real. Dus ze gaan zich laten overspelen gedurende twee keer 90 minuten en winnen. No panic. En dan toch Benzema, Vini. Hij is altijd met zijn tweeën en de Peter. En af en toe mag Rodrigo ook een keer meedoen. Dan is het een aanval met drie. Maar vaak is het onder hun tweetjes, gewoon is niet te doen. Zijn niet alleen op deze vlucht. Zijn niet alleen, een beetje draaien. Kijk. Ook Hansi Fick is hier aanwezig. Roepen, niet zo roepen. Is niet een kinderwangslaper dan. Keihard werken, bondscoach zeg. Keihard. En de carrière heeft hem getekend, want hij wandelt niet meer zo gemakkelijk. Nee, last van zijn knie. Allee, tot volgende week, hè. Come on.